petitie aanbieden aan de burgemeester. Het gaat naar Borculo. Als we hier even rondkijken, dan staan er nou ja, al enkele, nou, honderden is misschien nog wat overdreven. Maar jullie gaan met heel veel op de fiets. Maar ik schat toch wel 200 dat er nu al zijn, dus als ik zo even rondkijk. Ja, we gaan petities aanbieden. Hier staat het aantal. 1786 petities zijn er al binnen. Dus dat is een mooi aantal. Ik denk dat we nog graag nog meer willen. Dus hierbij ook een oproep aan alle mensen in Berkeland. Dus niet alleen in Neden. Maar we zien ook al in Eibergen wordt er ook heel goed de petitie ingevuld. Alsjeblieft, doe mee. Hoe meer, hoe beter. Dan hebben we meer stemmen en hebben we meer kracht om dit plan van de tafel te kunnen vegen. Ja, dat jij tegen de komst van die windmolens bent, dat mogen nu wel duidelijk zijn. Maar afgelopen week zagen we een keer een nieuw bekend Berkelands gezicht bij jullie filmpjes voorbij komen. Oud-wethouder Jan Sapij. Ja, dat was heel mooi dat wij uit Ruurlo ook nu mensen krijgen die met ons meedenken. En ik ben daar heel blij mee. We zullen zien wat we daarmee gaan doen. Inderdaad. Jullie zijn niet de enige die verzamelen, want we staan nu bij de Speelbroekhal in Neden. Maar vanuit Halo, vanaf Prinsen, gaan op dit moment ook een x-aantal fietsers richting Borculo. Zeker. Vanuit Halo verwachten wij een kleine 100 mensen. Dus die sluiten hier dadelijk bij aan. Dan gaat het aantal nog meer groeien. Maar zo hoort het ook. We zijn samen broeders in de strijd. Nou, hebben jullie heel veel strijd gevoerd al? Krijgen jullie dan ook een reactie? Hè? Want ik ben dan zo benieuwd van, jullie laten heel duidelijk het geluid horen. Waar is dat tegengeluid van die mensen die windmolens wel willen? Bijvoorbeeld de initiatiefnemers? Ja, die zijn er dus en die hebben ook al een reactie gegeven. Die geven ook aan om te praten. Wij geven ook aan ja, wat er voor nodig is om te praten. Nou, dat zij eerst met de notulen moeten komen die gemaakt zijn van deze informatieavonden. Nou, die zien wij nog niet. Dus kunnen wij nog moeilijk reageren of anticiperen op wat zij verder willen. Ik zal je niet verder ophouden, maar nog één vraag. Ik zie SBS6, ik zie Radio 1, ik zie heel veel journalisten uit Den Landen. Dat heb je toch heel aardig gedaan? Ja, en jullie zijn het. Dat is ook natuurlijk heel fijn. Maar goed, we hebben goede mensen in onze groep zitten in de stichting. En die hebben goede contacten met vroeger. En van hun werk, zeg maar. En we weten gewoon in onze groep ontzettend goed werk te doen. Dankjewel. Heel graag gedaan. handtekeningen. Ja. Dit is de uitkomst van de voorlopige uitkomst van de petitie. Wij gaan daar nog mee door, dus mensen, iedereen kan nog bijtekenen. Wij hopen ook dat ons gemeentebestuur hier iets mee gaat doen. Want ik vind dat het wel een statement is vanuit de bevolking. Ik zal zorgen dat het op de plekken terechtkomt waar het terecht moet komen. Zodat uw signaal in ieder geval helder is overgekomen. En nogmaals dank voor de wijze waarop u op een goede manier deze demonstratie vormgeeft, zodat het echt kan gaan over de inhoud. Daar maak ik u nogmaals een groot compliment voor.